Dag Jan Frans. Dag Henk. Welkom bij het platform Nieuwe Zorgbijeenkomst. Dankjewel. Sidekick vandaag, we hebben je ook al als spreker mogen hebben. Heb je een idee wat er vandaag voor een knopen doorgehakt zouden kunnen of moeten worden? Nou ja, je hebt mij verkondigd dat het vandaag over zou gaan over financiering en hoe dat kan met bezuinigingen in deze tijden. Ja, en ik denk dat er mogelijkheden zijn. Ja. Alleen zijn die misschien wat anders dan in ieder geval op dit moment op de eerste lijn afkomen. Je zult begrijpen dat ik graag de eerste lijn krachtig positioneer. Ja, nou kennen we jou ook van de Derde Kamerdiners. Daar was je de vorige keer nogal stevig in debat over de stijging van het inkomen van huisartsen. Is dat een beetje goed geland of niet? Ja, dat is goed geland denk ik. Ja. Nou ja, kijk, natuurlijk is het zo dat er in de huisartsenzorg de afgelopen jaren in ieder geval veel meer omzet is gemaakt. Maar dat heeft natuurlijk ook voor een groot gedeelte mee te maken dat er meer werk is verricht. En als je in mijn optiek dat wil bezuinigen, dan moet je zorgen dat er minder werk wordt verricht. Nou hebben we hier een Kamerlid die van de VVD is, die vandaag ook voorzit. En Anne Mulder denkt daar vast heel anders over. Anne, hoe zie jij dat? Ik probeer vandaag vooral voorzitter te zijn en niet al te snel mee te doen aan het debat. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Als je kijkt naar de huisartsenuitgaven zijn die de laatste 5 jaar gestegen van zo'n 1,6 miljard naar 2,2 miljard. En de zorguitgaven blijven maar stijgen. En daar zullen we wat aan moeten doen. Jan Frans. Nee, maar dat kan ook. Alleen ik denk dat je niet aan de ene kant moet zeggen, jullie moeten heel veel meer werk verrichten. Want dat is de doelstelling geweest van de afgelopen jaren. Dat is vervolgens gedaan. En dan is het merkwaardig om dat vervolgens te korten. Dus ik denk dat je gewoon zaken die nu misschien niet nodig zijn en wel gebeuren, terug moet brengen naar de patiënt. Dus de dokters doen te veel wat patiënten ook kunnen. En je moet dus de patiënt in die zin versterken. En daar moet je naar terug. Nou, lijkt me een prachtige gelegenheid om straks tot stemming te brengen. Je bent Sidekick meer dan van harte welkom. En we zien je straks. Chris Zegers van Landschot, bankiers, hartelijk welkom bij het platform Nieuwe Zorgbijeenkomst. Vroeger was het toch zo dat het interessant was voor banken om in de zorg te investeren. En ik lees steeds meer verontrustende berichten dat het helemaal is gekanteld. Ja, dat klopt wel. Het is nog steeds een hele interessante markt. En wij zijn er ook blij mee dat we erin zitten. Zorg heb je op verschillende niveaus. Want je hebt natuurlijk zeg maar, de individuele medisch specialist of de individuele orthodontist. Je hebt ook het ziekenhuis of de private kliniek. Al dan niet voor verzekerde zorg. Nou ja, over die laatste categorie maken we ons wel wat zorgen. Met name omdat we eigenlijk niet goed weten waar het nou heen gaat. En dat is lastig voor ons. En waar moet het heen? Ja, wat ons betreft zijn het ondernemers. Dus als het ondernemers zijn en ze hebben een goed product tegen de goede prijs, dan zullen ze groeien. Dat is ook onze taak als bank. Hè? Samen met die ondernemers kijken waar groei mogelijk is. Nou, als dat zou kunnen, dat zou fantastisch zijn. Ik denk ook voor de zorg. Hoe schat je de financierbaarheid in voor nieuwe initiatieven in de zorg? Nou, op dit moment heel erg laag. Want als je kijkt naar de groei zoals die nu mogelijk is tijdens de transitie, die is ontzettend beperkt en die past helemaal niet bij bijvoorbeeld ZBC's. Dus wij zijn er heel somber over. En de 2,5% maximale groei, hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou ja, dat is dus het punt. 2,5% groei zeg maar, op een bestaande instelling is een forse groei. Als je zou zeggen dat van die groei dan een belangrijk deel naar extramurale initiatieven mag, dan is dat nog steeds een heel erg beperkt bedrag en dan is dat nog een heel erg beperkte ruimte als je kijkt naar de groei die ze nodig hebben. Want ze hebben ook geïnvesteerd op groei. Dus de groeiverwachting die we hadden en die zij hadden voor de komende jaren ook gebaseerd op de instroom van patiënten, die is zoveel groter dan wat ze dan misschien toebedeeld krijgen uit die 2,5%. Dus dat is lastig. Anne, dat klinkt toch een beetje als een bankaire paradox? Ja, maar in de zorg zitten heel veel paradoxen die we straks eens gaan bespreken. Aan de ene kant wil je vrijheid, aan de andere kant zet je overal plafonnetjes op. We zien je straks in de zaal. Dankjewel. Fijn dat je hier bij de bijeenkomst Platform Nieuwe Zorg bent. Wat wilde je laten zien uit de krant? Nou, ik val echt met mijn neus in de boter. Ik krijg net het FD van vanochtend in de handen gedrukt. Ik ben natuurlijk dadelijk een van de sidekicks, dus dan kunnen we het eens hebben over het concept wat we nu kiezen. Of waar we eigenlijk nu voor gaan. Of het goede concept is, hele moeilijke vraag. Maar ook of we wel consequent zijn in de uitvoering. En of we dus echt alles eraan doen om het te laten slagen. Ja, ja. Het is heel complex gewoon. Maar een vraag gesteld is bijna het antwoord, althans zo klinkt het. Nou ja, ik denk dus dat we nog onvoldoende doen om het... maken we de juiste keuze? Daar kun je grote vraagtekens bij stellen vanuit het oogpunt van kwaliteit. Als ik samenwerk in de zorg is juist een randvoorwaarde om echt extra kwaliteit te leveren. Dus daar kun je echt grote vraagtekens bij zetten. Maar als je dan toch zegt van nou, nu kiezen we echt voor de markt als concept. We denken dat dat klopt. Dan moet je natuurlijk ook proberen volledig te gaan. En dat is natuurlijk heel lastig. We maken daar natuurlijk nu al stappen in. Dat zal vanmiddag ook blijken. Maar zijn alle randvoorwaarden vervuld? En ik denk dat dat nog lang niet het geval is. Wat zou de minister moeten doen volgens de KNP? Nou, ik denk dat je dus heel goed na moet denken over het concept. Dus A, kiest ze nu voor markt. En als ze daarvoor kiest, dat is haar goed recht om dat te doen. En de politiek is het daarmee eens. En op dit moment is daar een Kamermeerderheid voor. Ik zie meneer Anne Mulder ja knikken. Dan moet je dus daarna goed nadenken met elkaar van... en als we dit dan willen en we willen het laten slagen... welke randvoorwaarden moeten wij dan laten vervullen? Kijk, als we nu kijken naar het ziekenhuisverhaal, echt nu het dossier... daar is natuurlijk wel een soort convenant afgesproken. Maar ik zie niet hoe dat gemanaged gaat worden. We hebben nu net de VU en het AMC die dan zeggen... nou, laat ons maar eens wat uitproberen. Maar elke millimeter die zij bewegen, moeten ze naar de NMA. En dan denk ik, nou ja, laten we dan eens nadenken over of de NMA... misschien in deze een wat duidelijker beleid zou moeten voeren... zodat we niet voor elk stapje waar we gaan samenwerken... want het is eigenlijk samenwerken, die stap moeten zetten. Want dit is alleen maar voer voor juristen en dat kost nodeloos veel geld. Okay. Nu is via de andere kant vanuit de KNP, vanuit jouzelf... een project ingediend bij Ab Klink... en bij onszelf over de innovatieparadox, over een ongelijk speelveld. Ja, dat is er ook zo een. Kijk, hier staat in de FD van vanochtend, maar dat wisten we natuurlijk al lang... zorgverzekeraars kunnen soms tot 80% van een regio als klant hebben. Dat zijn natuurlijk echt een enorme dominantie. Terwijl aan de andere kant de aanbieder eigenlijk maar heel marginaal mag samenwerken. Ja. Anne Mulder, het liberale denken en zeg maar het gelijke speelveld. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het is zo, hè? We zitten vast tussen een planeconomie en wat gereguleerde marktwerking. En hoe zet je die stappen daaruit? En wat is ieders rol daarin? En wat doet de NMA? Sommige mensen hebben kritiek op de NMA, de Nederlandse mededingingsautoriteit. Als ik daar ben, zeggen ze ja, wij leggen het allemaal duidelijk uit. Dus mensen kunnen weten hoe het zit. Maar er moet natuurlijk over gesproken worden van, pakt de NMA zijn rol op en gaat dat goed? Als we het zorglandschap willen herinrichten. Maar dit wordt nog echt een proces, dat gaat een tijd duren. Er zitten veel haken en ogen aan, maar het moet gebeuren. Okay. Denk je in deze kabinetsperiode dat er grote stappen gezet zullen worden? Ik denk het wel. Ik ben natuurlijk van de VVD. Het is voor een deel VVD-beleid wat wordt uitgevoerd. Maar zorgverzekeraars gaan meer risico dragen. Ziekenhuizen gaan naar prestatie, bekostiging. Die concurrentie moet nu van de grond gaan komen. Maar dat hoort ook bij samenwerking. Want dan moet je... Als het ene ziekenhuis zich toelegt op het andere, gaat het andere ziekenhuis iets anders zich in specialiseren. Dus daar zit nog wel wat denkwerk achter. Okay. Het is niet vanaf vandaag op morgen gerealiseerd. Okay. Jan Smits, hartelijk dank. We gaan het er zo over hebben. Ja. En tot aan de tafel bij de Sidekicks. Ja, tot straks. Marjolein is lid van de Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis. En die heeft eigenlijk in 2 weken met al haar topmensen ervoor gezorgd dat wij hier kunnen zitten. Een beetje warm misschien, maar wel in het hart van de zorg. Marjolein. Ja. Dankjewel, Ferry. Volgens mij was het 8 dagen geleden hoor, dat hij belde en zei van... joh, hoor eens, kun je wat doen? En dat vonden we eigenlijk natuurlijk al hartstikke leuk. Van harte welkom in het HagaZiekenhuis. Volgens mij is het ook goed dat zo'n debat als vanmiddag hier plaatsvindt. Want hier speelt het zich toch wel af. En als je dan in een hele mooie ambiance gaat zitten... dan verkleurt dat. Zoals u ziet, we zijn een ziekenhuis under construction, zeg maar. Heel erg in beweging. Er staat een grote tent voor de deur, daar is het restaurant, want daar wordt vernieuwbouwd. We pimpen de hele hoogbouw en alle installaties gaat eraan. En het zijn niet alleen stenen waar we mee bezig zijn, maar eigenlijk zijn we vooral bezig met manier van werken. Wij gaan ook met minder bedden en minder meters meer zorg leveren. En dat zal ook passen in het verhaal van vanmiddag. En om een paar voorbeelden daarvan te noemen... Dus we gaan naar 60% eenpersoonskamers. Dat doen we niet alleen uit bejegening en attitude, gastvrijheid... maar ook vanwege infectiegevaren die overal op de loer liggen. We krijgen een infusieotherapieafdeling als een healing environment. waar je hoeft niet meer op een bed om een chemokuur te krijgen, maar dat moet een omgeving zijn waar je zelfs, als je dat wil, ook achter je laptop gewoon op het netwerk je werk moet kunnen doen. En we gaan naar een dokter lounge, onze cardiochirurg is ook in de zaal. Dus dat gaat er allemaal heel anders uitzien, want het kan ook allemaal anders. Er is veel meer minimaal invasief. We hebben ontzettend korte opnameduur. Voor alles, we hebben een gemiddelde opname op duur van 5,2 dag. En daar hebben we ook regelmatig opnames van 3-4 weken bij. Kunt u dus nagaan hoe kort de bulk is. En dat geeft dus een heel andere zorg. Voor ons is ook een grote uitdaging de juiste zorg op de juiste plek. Want hoe gaan we straks die enorme zorgvraag met ons productieplafond doen zonder wachtlijsten? Nog steeds een hele spannende, want we groeien dit jaar. Alle ziekenhuizen groeien. En dat gaat niet goed, dan lopen we op een catastrofe af met elkaar. Dus daar hebben we ook maatschappelijke uitdagingen. En wij gaan hier volgend jaar in juni openen we een hele groot spoedplein, waar we samen met de huisarts, ik ben zelf ex-huisarts, dus dat gaat me ook wel aan het hart, een huisartsenpost 7x24 uur met de spoedeisende hulp gaan doen. En die is best eng, want dat betekent voor ons, we hebben 50% zelfverwijzers op de spoedeisende hulp, waarvan de helft niet urgent is. Dus die gaan we afbuigen. En dat is dus best spannend. En dat gaan we dan naar de huisarts doen en met hen samenwerken om daar de juiste zorg op de juiste plek te geven. Zonder dat de patiënt hoeft te denken, goh, waar moet ik heen? Hier van harte welkom en achter de deur zorgen wij dat u daar komt waar je het best af bent. Om even een beetje idee te geven wat zich hier op dit moment afspeelt in dit huis. Ik wou sowieso zeggen, kijk, op dit moment er komen vandaag 1000 mensen op de poli. Er worden 100 mensen opgenomen. 150 dagbehandelingen vinden plaats. Er zijn 16 OK's actief en nog 10 kleine OK's waar kleine verrichtingen plaatsvinden. Er worden honderden mensen opgeleid en daar wou ik ook nog expliciet even voor zeggen. Dat is heel belangrijk, waarvan er 150 artsen in opleiding. En dan heb ik het nog even niet over alle co-assistenten en seniorcontacten en tijdens de studie huizen bulkt van de opleidingen. Maar ik wens u in ieder geval een hele fijne middag en een goed debat. Dankjewel Marjolein.